ook HT2. 13 jaar op dans gezeten. En maandag ga ik weer beginnen. Ik heb echt super veel zin in. Oh my god. Super lekker. Hoi allemaal, het is vandaag maandag. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 4 juni. Gisteren is mijn andere weekvlog online gekomen met de winactieuitslag. En de twee meiden hebben al gereageerd. Dus ja, zij hebben gewoon gewonnen. Ik ga morgen die dingetjes naar hen opsturen. Want ik heb er vandaag verder geen tijd voor. Maar ik kreeg heel veel reacties van meiden. Dat... even maar goed doen hoor. Ik ben trouwens al uit school. Ik had gisteravond bij Mio geslapen en mijn camera niet bij me. Dus vandaar dat ik nu pas film. Maar ik kreeg heel veel reacties van meiden. Dat het geluid onder die video heel erg raar was. En ik had het tijdens bewerken helemaal niet door. Maar toen ging ik het dus terug luisteren. En inderdaad hoorde je een soort van ruis erin of zo. Het was heel raar. Maar ik denk dus dat het komt omdat tijdens het bewerken dacht ik. Oh, ik zet mijn geluid lekker hard. Dan kun je alles horen. Maar het was dus blijkbaar iets te hard. Dus ik ga het in de volgende weekvlog niet doen. En hopen dat het ja, verschil maakt. Dus je dan niet die ruis meer hoort. Voor de rest vond ik het wel een leuke weekvlog op zich. Deze week ga ik niet echt iets bijzonders doen. Ik wilde afgelopen weekend zo graag naar Amsterdam Open Air. Maar ja, volgend jaar. Ik hoop echt dat ik volgend jaar ga. Ik wil echt zo graag. Het zag er zo leuk uit. Maar volgend jaar wil ik er dus heel erg graag heen. Maar ik heb vandaag alleen naar school, ben vandaag alleen naar school geweest. Gisteravond bij Mio geslapen, was ook heel erg gezellig. En de rest van de week ga ik eigenlijk niet echt iets doen. Ik heb deze week even de video ga opnemen met Decenio. Dat ik daar al die posters en zo opgehangen. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in om dat te doen. En ik ga nu eigenlijk niet zo heel erg veel meer doen. Ik ga nu even op mijn bed denken wat dingen voor school afmaken. Zodat ik vanavond gewoon lekker rustig aan kan doen. Want ik heb nog maar 3 weken school. Echt super chill. En ik hoef nog maar 5 keer stage te lopen. Zeg maar nu deze 3 weken school loop ik dan nog stage. En dan die week daarna nog 2 keer. Doe ik gewoon die donderdag en die vrijdag samen met de keer. Zodat we zeg maar gewoon dan gelijk klaar zijn. Dus dat is echt mega chill. En heb ik gewoon een lekker vakantie. En ik weet niet of ik dat heb verteld. Maar ik ga samen met... mijn ouders gaan eerst 1,5 week naar Frankrijk. Zeg maar gaan ze naar Monaco en zo. En rond te rijden met de auto. Maar ik had daar niet zo heel erg veel zin in om mee te gaan. Maar daarna gaan ze nog 1,5 week naar Italië. Dus dan vlieg ik zeg maar met Mio in. Zeg maar in Italië. Dus daar heb ik wel echt super veel zin in. We staan op een camping. Dus ja, ik vind dat altijd heel erg gezellig. Een camping. Want je hebt gewoon een hele leuke sfeer daar. Dit wordt de 2e keer voor Mio dat hij op de camping staat. Want vorig jaar waren we er ook. Dat was ook heel erg leuk. Dus ik ben benieuwd. Hij is er wel aan gewend hoor. Maar het blijft niet echt zijn ding volgens mij de camping. Maar ik vind het wel heel erg gezellig. Dus dat. Dus daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. En dan wil ik zeg maar ook zo'n kofferinpak video maken. Ik heb het al helemaal in mijn hoofd. Maar ik ga nu lekker even... Of nou, nu even lekker. Ik ga nu even dingen voor school doen. En dan kan ik daarna lekker filmpjes kijken. Oké, hoi allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ben echt net uit school. En ik heb het zo verschrikkelijk warm. Ik heb even mijn haar losgegooid, zodat het even kan wapperen. Maar het is zo warm. Ik had deze trui aan van Scotch vandaag. Met een hele grote M erop. Want vanmorgen was het zo koud, maar ik heb het nu zo verschrikkelijk warm. Oh my god. Maar ik ga nu even deze 2 pakketjes op de bus doen. Voor de winnares. Want ik had er gisteren geen tijd voor. Dat ga ik nu even doen. Maar oh my god, wat heb ik het warm, hè? Oh. Jeetje meneetje. Dit ziet er ook niet heel veel beter uit, maar oké. En ik ga het even inpakken en dan ga ik het even naar het postkantoor lopen. Het is nu 12:30 of zoiets. En dan ga ik allemaal opdrachten voor school maken. Want we willen het echt vandaag af hebben. Zodat ik hierna alleen nog maar dingen hoef te leren in plaats van te maken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Vanavond ga ik sporten met Jaynie. En daar heb ik wel zin in eigenlijk. Althans als het goed is. Want als... Jaynie heeft iets met haar knie, volgens mij met haar knie was het. Of haar hamstring of zoiets. Dus misschien kan ze niet, maar hopelijk gaat ze mij dan even coachen. Dus ja, ik ga nu even die pakketjes doen. Vanmorgen heb ik niet gefilmd, want en ik had me verslapen. Oh my god, dit moeten jullie zien. Mijn moeder stond aan het uitlaten, maar hij wil niet. Oh, laat maar. Ik dacht dat je zeg maar ging helemaal op de grond liggen. Oké, nou maar. Ik dacht dat hij helemaal zo op de grond ging liggen en zo. Maar dat deed hij niet. Maar oké. Vanmorgen had ik echt geen zin om te filmen. Ik was zo strontzagerijnig. En eigenlijk nog steeds wel een beetje. Ik weet echt niet hoe het komt. Maar goed, morgen ga ik foto's maken met Char. Dus dat is heel erg gezellig. Het wordt morgen lekker weer. En mijn moeder komt nu thuis. En ik ga het pakketje inpakken en wegbrengen. Oké, ik ben terug van het pakketje bezorgen. En ik ga nu even mijn laptops eruit halen en even wat dingen voor school doen. En heel veel water drinken, want ik heb zoveel dorst. Oké, ik ben net klaar met eten. Heb lekker pasta gegeten, super lekker. Ik heb me even omgekleed, want ik ga sporten met mijn moeder. Ik zou eigenlijk met Jane gaan, maar die had geen zin. Dus ik ga lekker met mijn moeder sporten, zeg maar in zo'n les, weet je wel. Het zijn op zich wel leuke lessen, ook gewoon met gewichten en zo. Dus dat is helemaal chill. Ik heb gewoon dit shirtje aan van H&M. Sportlegging ook van H&M. En ik doe mijn mooie Nike's erbij aan. Of de dansschoenen, nee. Ik heb trouwens echt iets super leuks. Ik denk dat niet veel mensen het weten, maar ik heb 13 jaar op dans gezeten. Vanaf mijn 14e tot mijn 17e. Maar ik was voor mijn eerste jaar examen gezakt. Toen deed ik het tweede jaar examen, toen werd het best wel een beetje druk en zo ben ik van dansen afgegaan. Ik vond het ook niet meer heel erg leuk daar zo. Dus toen ben ik er 1,5 jaar geleden mee gestopt. Maar Jaynie is nu weer begonnen bij danscreatie. En ik zag dat filmpje en dat was zo gaaf en ik wilde zo graag weer dansen. Dus ik heb maandagavond een proefles in die groep. Super leuk, ik heb er zoveel zin in. Dus ik wil eigenlijk vanavond of morgen of zo even nieuwe sportleggings en zo'n shortje bestellen. Want dit is echt het enige oprecht wat ik heb om in te sporten. Dus dat wil ik even gaan doen. En ik heb dus mijn oude dansschoenen gevonden. Dit zijn ze. Ik weet niet mensen die op dans zitten of die ook deze schoenen hebben. Of hadden, zeg maar, met zo'n onderkant en zo. Maar ik weet niet of ik daarop ga dansen. Want niemand daardoor danst op deze schoenen. Die dansen allemaal gewoon voor sneakers. Maar ik denk dat ik deze misschien wel gewoon aandoe. Want ze zitten wel echt super chill. En ik heb ook nog spietsen gevonden. Die liggen echt helemaal hieronder. Even kijken. Want ik heb ook op spietsen gedaan. Dus ik heb best wel veel soorten dansen gedaan. Kijk, mijn spietsen. En ik heb ook tapschoenen. Ga ik ook even laten zien. Want ik heb op tap gezeten. Even kijken. Hier zijn mijn tapschoenen met zo'n ijzeren onderkant. Maakt zo'n grappig geluidje. Ik kan je het laten horen. Die. Dus ik heb op tap gezeten. Ik heb op ballet gezeten. Vandaar mijn spietsen. Even kijken. En ik vind spietsen zo mooi. En ik denk echt oprecht dat als ik, zeg maar, die posters van Decenio heb opgehangen daar, dat ik mijn spietsen er ook aan wil gaan hangen. Want ik vind dat gewoon heel erg mooi staan. Ik heb op streetdance gezeten. En ik heb wat lessen modern gedaan. Vond ik ook heel erg leuk. En zeg maar, onze streetdance was ook een soort van hiphop. Dus ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. 13 jaar heb ik op dans gezeten. En maandag ga ik weer beginnen. Heb ik echt super veel zin in. Maar nu ga ik met mijn moeder sporten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag 6 juni. En ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb mijn make-up gedaan, mijn haar gedaan. Ik heb mijn haar een beetje even snel gesteld. Ik wil het eigenlijk hier nog niet meer staan. Zo, goedemorgen. Ik wilde eigenlijk hierna niet meer stijlen, omdat ik heb het de afgelopen weken best wel vaak gesteld. En ik had het een tijdje niet gesteld en het is toen best wel een stukje gegroeid voor mij doen, want het was volgens mij echt tot hier of zo. Dus dat wil ik hierna weer gewoon gaan doen, zeg maar, niet meer stijlen. Ik ga uit school, ga ik foto's maken met Char, heel gezellig. Dus ik heb daar, zie je het? Daar staat een tas met wat kledingsetjes. We gaan volgens mij naar de haven, naar de stad. En we gaan even naar Five Guys. Want die is geopend in de stad. Super leuk. En ik heb het echt super warm. Dus ik ga een beetje poeder op mijn, knar smeren. Want volgens mij klim ik ook echt als een malle. Ja. Oh, vooral mijn neus. En mijn bovenlip heb ik altijd. Ik ben echt een zweetdoos. Nou, ik heb geen zweetdoos, maar ik ben een zweetdoos. Oh, het is gewoon, ik weet niet meer. Volgens mij is deze van Catrice of zo. En een kwastje van Hema. Beta. Dus ja, het is nu 8:55. Ik ga even mijn spullen pakken. En dan ga ik Char ophalen. Of althans, we gaan wel op 2 scooters, maar ik rij even haar kant op. En dan gaan we eerst naar school. Gaat keer lekker mijn benen masseren en mijn armen. En dan daarna gaan we lekker foto's maken, gezellig. En het is super lekker weer buiten trouwens. Het is volgens mij echt iets van 25 graden. Dus super leuk. Oké, we zijn op locatie 2. We zijn in de stad. We gaan nu weer foto's maken. Ik voel me echt lelijk. Ik heb echt honger ook gewoon. Ik voel me echt lelijk naar je. Nee. Auw, Shark, ik heb spierpijn. Ik ook. We hebben gisteren allebei gesport. Mijn haar is dus aan de achterkant nog helemaal krullend. Ik voel me echt heel lelijk. Oké, ga een outfitje uitkiezen. Kijk, Char heeft gewoon dus haar hele koffer meegenomen. Bij mij past het nog heel netjes in de tas. En een beetje in mijn buddy. Weet je allemaal. Ja, het is toch veel te laat voor ook een hele groep mensen aan. Ja, dat is wel. Het lijkt er wel of hier een bruiloft is geweest. Want er lopen overal mensen. Ja, volgens mij is dat ook wel zo. Allemaal bloemen in hun handen. Maar doe dan wel die zwarte schoentjes erbij aan met die kusjes erop. Want daar zit ook rood in, dat is leuk. Ja, en moet ik ook mijn BH gaan aandoen, want ik heb mijn BH natuurlijk uit. Er zaten net ook bij de haven, gingen foto's maken. Op zich is het wel logisch dat mensen ons raar aankijken, maar er gingen gewoon echt twee mannen zitten en die gingen gewoon echt naar ons blijven kijken gewoon. Het was zo gênant. En als je natuurlijk onze foto's wil zien, die we hebben gemaakt, moet je ons even volgen op Instagram. Fleur Nijbacker en Charlotte Stijn. Ja. Zo, pontjes lekker gaan piezen. Volgens mij is die al weg. Oh my god, we gaan naar Five Guys. Zin in, Char? We gaan eindelijk weer naar Five Guys. De laatste keer dat ik dit heb gegeten is toen ik met Mio in Parijs was. En ik heb hier zoveel zin in. Oh my god. Oh my god. Deze vind ik dat zo lekker. En kijk hoe teringveel ze erin doen. Want in die zak is het ook dus nog helemaal vol. Ik heb mijn hele kop nog vol, hè. Dus alleen maar aan mijn zak. Kijk. Er zit nog zo super veel in, want dit is nog niet eens de bodem, zeg maar. En dan heb je ook nog dit allemaal. En dit is alleen haar charterzak. En dan heeft ze ook nog heel die bak, zeg maar. Deze hele cum. Right, jongens, ik ben thuis, maar ik had echt even een lichthoudershocking. Want ik dacht dat ik mijn camera in 5K's was vergeten. Oh my god. Maar het klopt nog steeds. Oké. Maar ik ben thuis. We hebben even lekker bij 5K's gegeten. Ik heb die cup weer een refill gedaan. Zodat ik thuis nog wat had. Ik heb trouwens cola sherry erin. Super lekker. Maar wat super raar is. In Parijs toen ik met Mio was, zeg maar, kon je geen refill doen. Want zat er aan de onderkant zat er een stickertje met een code. En als je die er weer op zette, zag hij dat je dus al geweest was. En kon je hem dus niet meer refillen, zeg maar. En hier wel gewoon super raar. Maar goed. Ik ga even al mijn kleren opruimen die ik had meegenomen. Even foto's kijken, bewerken. En lekker op bed liggen, want ik zit en heel vol. En ik ben heel moe. En mijn opa en oma zijn er, dus we gaan straks ook alweer eten. En ik weet echt niet of ik zoveel opkrijg, ik denk het niet. Maar het was wel echt super gezellig. Oké, het is donderdag, donderdagavond. Vanmorgen heb ik echt maar 30 seconden gefilmd of zo. Omdat dat meisje die mij thuis moest brengen, was verkeersgereden. En toen was ik echt pas heel laat thuis. Dus ik had echt maar 10 minuten om de hond uit te laten, me om te kleden, tas te pakken en alles. Dus dat was een beetje snel gedoe. En net ben ik met Keer uit school, gingen we naar een salon toe. Want volgend jaar hoef ik geen stage meer te lopen bij de doeklas. Maar moet ik elke donderdag en vrijdag stage lopen in een salon. Dus we hadden daar samen een gesprek voor. Alleen, superleuke salon. Echt heel erg leuk. Hele lieve vrouw was het. Alleen, omdat het op donderdag bij haar best wel rustig is, wil zij heel graag de ene week dat we donderdag vrijdag stage lopen. En die week erop vrijdag zaterdag. Dus zeg maar elke week om en om. Dus dan ben ik de ene week donderdag vrij. En de andere week zaterdag vrij. Maar ik heb natuurlijk gewoon op zaterdag mijn eigen werk. Dus ik moet even kijken of ik wat kan regelen met mijn werk. Want ik wil wel graag blijven werken. Want mijn scooter rijdt ook niet op water. Daar heb ik ook gewoon benzine voor nodig. Ik wil ook gewoon leuke dingen doen. Eten met vriendinnen. Drankjes drinken en zo. Daar heb ik ook geld voor nodig. Dus dat baantje wil ik wel gewoon graag houden. Want het betaalt lekker. Het is maar 4 uurtjes in de week. Dus dat vind ik wel heel erg chill. Dus daar moet ik even wat voor kijken. En als dat niet kan, dan houdt het op. Dan ga ik op zoek naar een andere salon, denk ik. Maar ik hoop dat er wat gericht kan worden. Want het was wel echt heel erg leuk. En die vrouw was wel echt heel erg lief. Dus ja, en er zijn genoeg andere salons. Het is trouwens wel echt super moeilijk, vind ik, om een salon te zoeken waar ze stagiairs aannemen voor 2 dagen in de week. Donderdag en vrijdag. Ik vind ook best wel van die rukdagen of zo. Ik weet niet. En dan ook nog eens 8 uur per dag. Maar dus als je nou in Den Haag woont of Rijswijk, Delft, daar een beetje, En je weet een leuke salon, laat het dan even hierachter weten. Want dan kan ik misschien daar thuis gaan lopen of kijken of ze daar mensen zoeken. Maar goed, het is nu al 7:30. Ik ben wel een tijdje thuis hoor, maar het is nu 7:30. Mijn vader en ik hadden nog niet echt honger. Mijn moeder is nog op haar werk. Mijn broertje is voetballen, dus we hebben eigenlijk nog niet gegeten. We zouden pannenkoeken gaan eten, waar ik wel echt super veel trek in heb. Dus ik hoop dat we dat nog gaan maken, maar het is best wel laat al. Voordat die pannenkoeken dan klaar zijn, want wij maken ze altijd gewoon zelf. Oh, maar ik krijg echt een lamme arm. Oh my god. En vandaag is Temptation Vips op Videoland. En ik ga wachten tot zaterdag met kijken, want ik heb zaterdag met Mio afgesproken. Om gewoon, ja, gewoon gezellig avondjes samen en lekker slapen samen. En dan willen we dus die avond Temptation Vips gaan kijken. Dus ik moet nog een paar dagen, nog 2 dagen wachten. Maar goed, morgen heb ik weer stage van 11 tot 7:30. Dus ja, en dan na morgen nog maar 4 keertjes. 29 juni is mijn laatste stagedag. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat dat ook gewoon achter de rug is. Dat ik dat gewoon, zeg maar, goed heb afgemaakt en zo. Dus ja, mijn arm wordt echt super lam nu. Dus ik ga hem uitzetten op de camera. En dan ga ik lekker eten, denk ik zo. Mijn vader is even naar mijn tante toe, want mijn tante is jarig. En die heb ik net al gefeliciteerd. Ben ik even langs geweest, want die woont namelijk aan de overkant. En ja, dus dat. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag 8 juni. En ik ben terug van stage. Mijn haar is echt een pluizenbol door de scooter, want het miesterde een beetje en bla bla. Ik heb net lekker met mijn vader pannenkoek gegeten, want we zouden dat eigenlijk gisteravond eten. Maar we hadden eigenlijk niet meer zo heel veel honger of zo. Ik weet niet wat we hadden, maar we hadden gewoon geen honger meer. Dus we hebben het vandaag lekker gegeten. Dus dat hebben we net op. Het is nu al 8:30, 8:45 of zo. En ik irriteer me echt heel erg aan mijn haar, maar oké. Ik had dit shirtje van Chiquelle aan en gewoon mijn Fleur broek. En ik heb zoveel last van mijn rug. Het was zo rustig vandaag. Dus Keer en ik moesten heel het magazijn opruimen. En ik denk dat ik daardoor dus een beetje last heb gekregen van mijn rug. Maar het doet echt verschrikkelijk veel pijn. Ik ga vanavond ook niet uit of zo. Want ik heb er echt geen zin in eigenlijk. Ik ga gewoon lekker op bed liggen heel de avond. En YouTube alles even bijhouden en terugkijken en zo. En morgen ga ik weer lekker werken. Dus het wordt gewoon lekker rustig avondje. Ik ga zo meteen even een masker op mijn gezicht doen. Van school denk ik. Even kijken welke ik ga doen. Oh, hier staan al mijn schooldingen en zo. Even kijken welke dit is. Dit is de Stay On. Ik moet de groene hebben. Nee, dit is de gele. Oké, dan moet ik dus deze hebben. Ja, ik ga straks deze opdoen. Dit is volgens mij... Ja, dit is Special Gentle heet het. En volgens mij is dit kalmerend of zo, weet ik veel. Maar die heb ik dus van school van Dr. Belter. En die ga ik even opdoen. Want daar heb ik zin in. En dan ga ik ook gelijk even kijken hoe deze nou precies werkt. Want dit is dus een soort reiniging of zo blijkt dit te zijn. Ik heb echt geen idee. Maar die ga ik dus ook even kijken. Dus ik ga lekker in bed liggen en heel de avond lekker niks zijn. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb even heel snel aangekleed. Ik heb net gewerkt, mijn haar is nog nat. Dus dat ga ik nu even snel doen. Ik heb even dit shirtje aan van Zoe Carson met deze achterkant en mijn flare. En doe ik even mijn Isabel Marantz bij onder. En ik heb even mijn make-up gedaan, want mijn nichtje die is jarig. Dus ik loop heel even snel naar de overkant als ik me even klaar heb gemaakt. Zeg maar mijn haar heb gedaan. Want ik heb heel de dag gewerkt, dus ik ben echt helemaal kapot. Maar het is bijna afgelopen, dus ik moet even opschieten. En vanavond of zo meteen komt Mio. En dan hebben we gezellige avondjes samen. En blijven bij elkaar slapen. En ja, ik ga veel snel opschieten. Oké, jongens, ik ben niet aan het huilen, maar mijn oog doet zoveel pijn. Oh my god, maar oké. Het is zondag en het is 5 uur. Mio is net naar huis gegaan. Hij was hier gisteravond, super gezellig, was heel erg leuk. Maar ik wilde de weekvlog gaan bewerken en toen zag ik dat die nog niet zo heel erg lang was. En ik wilde toch nog mijn wenkbrauwen gaan verven. Dus ik dacht, dan laat ik dat gewoon aan jullie zien. Omdat dat best wel vaak wordt gevraagd. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb een pukkel op mijn lip. Of nee, het is ondertussen een wondje op mijn lip. Dus let er niet op. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik mijn wenkbrauwen verf. Jullie moeten echt even niet op mijn hoofd en op mijn haar letten. Want het ziet er echt niet uit. Maar oké. Wat ik altijd gebruik is gewoon een spiegel. Of nou, normaal gebruik ik mijn grote spiegel. Maar omdat ik nu voor jullie ga voordoen, even een spiegeltje. Waar ik mijn wenkbrauw dus mee verf is verf van school. En wij gebruiken deze verf van Reflectosio. Hiervoor heb ik het merk eigenlijk niet echt gekend, maar goed. We hebben de kleur van school, hoe laat ik dit zien? Ja, 3.1. Zit een haar aan. Nummertje 1, dat is echt een zwart kleurtje. En nummer 3. Als ik mijn wimpers ga verven, wat ik nu niet ga doen, zal ik in een andere wipvlog laten zien. Gebruik ik altijd gewoon de zwarte. Maar voor je wenkbrauw is die gewoon echt veel te donker. Dus ik meng eigenlijk meestal deze twee met elkaar. Omdat ik heb een beetje donkerblond haar, zoals je kan zien. En de laatste tijd doe ik eigenlijk alleen deze. Maar soms doe ik nog wel eens die erbij. Maar ik denk dat ik nu alleen deze ga doen. Want ik vind donkere wenkbrauwen wel gewoon mooi. Dus verf heb je nodig. Dan van dat oxidant. Want daar activeer je zeg maar de verf mee. Anders pakt die verf niet. We hebben dan ook deze crème om je huid te beschermen. Zodat het eronder zit. Maar die gebruik ik eigenlijk nooit. Wat nog meer? Watjes. En wat is staafjes. Een bakje waar je het in kan doen. Dit is echt mijn verfbakje zeg maar. Er zitten ook nog verfrestjes in en zo. Maar goed. Ik gebruik altijd gewoon een wenkbrauwkwastje om het ermee aan te brengen. En een spoelie. En dan nog als laatste water om het er uiteindelijk af te halen. Ik ga jullie even een beetje inzoomen. Oké, zo zit hij wel goed denk ik. Ik pak even mijn spiegel. En dan ga ik eerst even het mengseltje maken. Met de verf. De verf ziet er gewoon echt super simpel zo uit. En daar doe je ongeveer, ja, een beetje een drolletje van in. Dit is eigenlijk al te veel, maar oké. Het ziet er echt heel smerig uit. Oké, en dan heb je, als je dit ongeveer hebt, dan doe je daar dus ongeveer 3 tot 4 druppels van dit spul bij. 1, 2, 3... 4. En dat ga je dan gewoon even met dit borstje even mengen. Zodat het in elkaar komt. Ja, ik kan dit niet zo goed laten zien. Ik ga mijn wenkbrauwen vandaag niet harsen. Maar als je nou wel je wenkbrauwen gaat harsen, zou ik eerst verven en daarna harsen. Anders kan je van die gekke reacties krijgen op je huid. Oké. Dus nu ziet het er gewoon een beetje als een soort, ja, zo'n soort pasta uit ofzo. Ik weet niet, het ziet er echt heel smerig uit. Maar dit ga ik dus op mijn wenkbrauw doen. Wat ik eerst doe is, ik borstel even mijn wenkbrauw gewoon door. In de vorm. En zal ik dit nog ietsje dichterbij doen? Oké, zo denk ik. Ja, zo kan ik wel. En dan, ja, wat ik doe, ja, het is gewoon echt heel erg simpel. Maar ik volg gewoon mijn wenkbrauwlijn. Hoe die loopt. Ik kan niet echt praten en dit doen tegelijk eigenlijk. Maar hoe je gewoon je wenkbrauwen invult. Bijvoorbeeld met poeder. Zo doe ik het ook hierop. Maar soms, zoals je ziet, ben ik er nu iets te ver overheen gegaan. Dus dan pak ik even een wattenstaafje. En dan ga ik er gewoon lang. Dus als je dat gewoon snel doet, dan is er niks aan de hand. En zo vul ik eigenlijk gewoon heel mijn wenkbrauw in. Bijvoorbeeld hieronder vind ik het nu niet echt mooi. Dus dan ga ik er gewoon langs. En wat ik doe is eigenlijk, ik probeer eerst die vorm te maken. En daarna ga ik het gewoon heel dik maken. Want hoe dikker, hoe, ja, hoe mooier het pakt zeg maar. Dus dan zit het ook echt op de huid. Dus hoef je gewoon een paar dagen ook je wenkbrauw niet bij te tekenen en zo. Oké, nu heb ik dus een beetje de vorm van mijn wenkbrauw. Het ziet er nu best wel hard uit, maar dat vervaagt strakjes gewoon. Maar nu heb ik de vorm en dan ga ik het nu gewoon even ietsjes dikker maken. In het begin doe ik het eigenlijk nooit echt dikker, omdat ik het niet mooi vind als het daar echt extreem hard is. Dus dat niet, maar wel hierachter en zo. Dat vind ik altijd wel mooi. Zo, deze wenkbrauw vind ik nu op zich wel oké. Dus ik ga nu de volgende doen en ja, eigenlijk hoef je dit maar ongeveer 5 tot 10 minuutjes erop te laten zitten. 3 tot 5, rond de 5 minuten. Maar ik laat er altijd gewoon wat langer op zitten. Omdat het voor mijn gevoel dan gewoon even net iets beter pakt. En het wordt echt niet zo donker als dat er nu uitziet. Maar je ziet wel echt al een, ja, verschil, vind ik. Dus ik ga nu even de andere wenkbrauw doen. Wat ik soms ook wel eens doe, want deze winkel vind ik altijd lastiger. Dan doe ik het gewoon een beetje erop. En dan corrigeer ik het met een wattenstaafje. Dan maak ik zeg maar met de wattenstaafje gewoon die lijn. Want deze wenkbrauw vind ik namelijk bijvoorbeeld best wel lastig. Dus dan doe ik het gewoon op deze manier. Dat maakt in principe ook niet zo heel erg veel uit. Want kijk, je krijgt uiteindelijk ook een strakke wenkbrauw. Alleen, ja, hij is nog niet klaar hoor. Volgens mij had ik deze ook niet doorgeborsteld. Dat denk ik me nu. Het lijkt wel alsof deze kant veel waterderiger of zo is. Ik weet niet. Heel gek. Oké, deze wenkbrauw gaat echt heel kut. Kijk dan. Oké, het zit er nu wel een soort van een beetje op volgens mij. Deze wenkbrauw ging echt super kut vergeleken met die ander. Het is nu ook echt bizar donker zoals je kan zien. Maar ik ga het nu even erop laten zitten en dan zie ik jullie zo weer terug. Oké, deze wenkbrauw heeft er natuurlijk al wat langer op gezeten, dus die ga ik er nu afhalen. En ik weet het, mijn wenkbrauwen zijn niet gelijk. Deze is wat dikker dan die, maar ik ga ook niet iets verven wat er niet zit. Dus ja. Hoe ik het eraf haal is eigenlijk heel simpel. Gewoon een watje. Met water. Zo. Maak gewoon lekker doorbeekt. En dan ga ik het er gewoon afhalen. Het zal best nog wat donker zijn. Oh. Nu heb je weer een wenkbrauw. Die andere laat ik er nog wel heel even op zitten. Want die zit er natuurlijk nog niet zo lang op. Maar ja, ik vind dit gewoon heel erg chill. Voordat ik op vakantie ga, ga ik dit ook zeker doen. Deze verfdingen. Ik heb ze natuurlijk gewoon in mijn schoolpakket gekregen. Maar ik denk als je het opzoekt op internet. Als je gewoon dit merk invult. Revelic dinges. Iets. Als je gewoon dit invult, dat je het vanzelf wel tegenkomt. Onthoud wel goed dat je dit wel moet hebben om erbij te doen, anders werkt die verf niet. Maar in principe kan je dit gewoon zelf kopen, ook denk ik. Althans, dat neem ik aan. Dat het ook gewoon zelf kan. En kan je gewoon heel chill je eigen wenkbrauw verven. Wat ik ook nog even wilde zeggen. Oh, ik sta wel echt heel erg ingezoomd. Leuk. Het is nu misschien een beetje raar met één wenkbrauw wel gevaarlijk, één wenkbrauw niet. Maar wat ik ook nog even wilde zeggen. Ik had natuurlijk verteld dat Mio en ik naar de camping gaan. Maar voordat mensen denken dat we echt met wc-rolletjes onder onze arm lopen. Dat is echt totaal niet zo. Campings zijn tegenwoordig echt heel anders dan mensen denken. Ik zal het ook wel gaan vloggen. En jullie zullen het ook zelf wel zien. Maar mensen hebben echt altijd zo'n oordeel van een camping. Van je loopt met de wc-rol onder je arm naar de wc toe. En bla bla. Maar het is echt alles behalve. Jullie zullen het vanzelf dan ook wel zien hoor. Maar dat wil ik gewoon even gezegd hebben. Ik ben benieuwd of deze wenkbrauw ook gelukt is. Want deze vind ik wel oké gelukt. Deze is wel chill. Want dan, voordat ik op vakantie ga, ga ik gewoon mijn wenkbrauwen verven. En mijn wimpers verven. Dan hoef ik gewoon op vakantie gewoon geen make-up te dragen. Dat is echt super chill. Nu ook morgen doe ik alleen dan een beetje mascara om naar school. Maar aan mijn wenkbrauwen ga ik morgen niks doen. Maar oké, ik wacht nog wel even totdat deze klaar is. En dan ga ik hem er ook afhalen. Oké, en ik ga nu ook deze wenkbrauw eraf halen. Ik ben heel benieuwd hoe deze is gelukt. Oh, maar goed. Even een spiegeltje erbij pakken. Die is ook nog wel oké gelukt. Maar het is gewoon zeg maar, ik heb hier een soort van, ja, ik weet niet of je het ziet, want het licht is best wel een beetje kut. Even kijken of je het zo ziet. Ja, ik heb hier zeg maar een soort van deukje. Maar er zit daar gewoon geen haar. En zeg maar deze, die loopt echt een soort van perfect over zo. Dus daar ben ik echt blij mee. Maar hier zit gewoon een soort deukje en die kan ik gewoon niet fixen. Maar dit is dus hoe ik mijn wenkbrauwen verf. En dit is ook gelijk het einde van de weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De weekvlog komt natuurlijk nu pas op maandag online. Dus ja, morgen voor jullie. De weekvlog was volgens mij niet heel spectaculair. Maar ik hoop dat ik komende week weer leukere dingen ga doen. Dus weer wat meer voor jullie kan gaan filmen. Vrijdag heb ik een verjaardag. Daarna gaan we uit. Zondag ga ik wat leuks doen met Mio. Dus ja, ik hoop dat ik wat meer kan gaan filmen. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende weekvlog. Deze hakken van Zara. En zijn suède is het een beetje, toch? Ja, het is niet echt suède. Nee, oké, maar... Ja. Een soort van met zo'n hand erin stoppen, dan zie je dat misschien.